What's up, owners? Mijn naam is Vince en vandaag speel ik Postal 2. En ik ga jullie eigenlijk gewoon even laten zien wat dit precies inhoudt. Misschien weten sommigen van jullie al wat het ongeveer inhoudt. En misschien sommigen ook niet. Dus ja, ik ga het jullie gewoon laten zien. Ik ga jullie wel even waarschuwen dat het misschien niet geschikt is voor heel veel kijkers, zeg maar. Dus niet echt geschikt is voor mensen die jonger dan 18 zijn. Laat ik het daarbij houden. Je moet kijken op je eigen risico. Ik heb dit spel voor het eerst aangeraakt toen ik, oud was ik? Volgens mij 15 of 14 was of zo. Toen was ik zeker ook geen 18. Maar ik moet het goede voorbeeld geven en ik zou nog even wachten als je jonger bent dan 18. Dat komt omdat, wacht even mijn webcam goed zetten. Gaat dit lukken? Dat komt omdat het nogal, ja, hoe kan ik dit zeggen, vulgulair is. Je kan mensen, hoofden van mensen eraf hakken en over mensen heen pissen en weet ik het allemaal. Dus ja, je kan best wel freaky shit doen. Goed, ik zit, het speelt zich eigenlijk af in meerdere dagen. Jij bent postal guy en heeft nogal een kut leven, denk ik. Want hij woont in een kutstad met kut mensen. Hij heeft een baan, maar ik ga niks spoilen trouwens, dus ik hou mijn mond even. Hij heeft al een baan. En ja, hij woont in een stad waar eigenlijk alles niet zo flex is. Oh, even wachten. Kan hij dood? Ja, nice. Oh fuck. Oké, ik wil niet doodgaan. Fucking hell. Dit is mijn hond. Dus ik denk niet dat hij dood kan. Maar anyways, je moet eigenlijk steeds opdrachten doen. Je hebt elke dag heb je een aantal opdrachten die je moet doen. En dat moet je gewoon doen. En dat is eigenlijk een beetje het spel. Er zit wel een soort van verhaal in. Maar je kan natuurlijk ook gewoon rond. Oh, dat is een politieagent. Je kan natuurlijk ook gewoon rondlopen en gewoon gek zitten. Zoals dit. Even kijken. Wacht even. Oh. Hoppa. Het hoofd is eraf. Dus je kan ook golven met hoofden. Kijk, zo. Dat is ook erg leuk. What the fuck? Hij heeft ook een gun, of niet? Nee, ik weet niet. Volgens mij wel. Bijna iedereen in deze stad heeft namelijk een pistool. En dat maakt het ook weer zo geweldig leuk om in Paradise City te wonen. En als je dacht dat het nog niet erger kon, dat ik iemands hoofd eraf heb gehakt. Het kan wel, want we pissen gewoon even over hem heen. Zo, even een mooi spoor. Je kan zelfs shit in de fik zetten als je wil. Maar ik heb geen gasoline en ik weet ook niet waar ik dat kan krijgen. Dus, hoi. I'm with stupid. Oh, dat is, oké. Zo. Dus ja, als jullie willen dat ik hier een serie van doe ofzo, als je echt meer over het spel wilt weten, meer over een beetje de storyline, zeg maar, dan kan ik dat best wel doen, dan moet je het even laten. Oh, fucking hell. Oh, shit. Oh, shit. Dat ga ik nooit weer. Oh, jawel. Nice. Dan moet je dat gewoon zeggen in de reacties en dan, wie weet doe ik het wel. Als er veel vraag naar is, als je gewoon een beetje rondkloot filmpjes wilt zien, dan, zoals deze bijvoorbeeld, dan blijf ik dat gewoon doen. Oh, kut. En als je moet kotsen omdat je het zulke nasty shit vindt, dan moet je het ook gewoon zeggen. Oh, dan moet je de video's gewoon in kijken. Zo, oh, daar is gewoon iemand in een fik gezet. Die loopt hier te creperen en te verbranden. Oh, kut, dan staan wij in brand. Pis mezelf uit! Oh, shit. Oké, ik sta in brand. En nou steek ik andere mensen aan. Dat is ook zo leuk. En tegelijkertijd ben ik aan het pissen. En ga ik mensen doodschieten. Nou, het kan dus allemaal een postal. Kijk, ik dacht vroeger dat GTA erg was. En GTA is hier eigenlijk helemaal niks bij. Als je dit zo ziet. Waar zijn we? Kan ik hier iets mee doen? Nee. Oké. GTA is hier eigenlijk helemaal niets bij. GTA is natuurlijk wel, vind ik zelf, een stuk. Ik weet niet, het zit natuurlijk gewoon een goede storyline en zo. En hier niet echt. Dit is wel een spel waar minder moeite in is gestopt, laat ik het zo zeggen. Maar het leuke is dat dit spel is gebaseerd op een film. Of er is een film gebaseerd op dit spel, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, er is een film van Postal. En die kun je gewoon kijken. Ik zou dat doen. Volgens mij mag die niet verkocht worden in de winkels. Want daar gebeurt ook al gekke shit in. Ik ga niks verraden natuurlijk. Maar, oh, wat heeft hij? Een pistool.
Nice. Maar ik heb zijn hoofd. En ja, die film... Oh shit. Die film is ook gewoon een gekhuis. Dus die zou ik ook gewoon kijken als ik jullie wil. Hoppa. Zo. Hop. Hop. Nou, je kan op je map kijken. Je hebt een kaart. Hier. En dan staat eigenlijk op wat je die dag moet doen. Maar... Oh shit. Ik ga dat niet doen in deze video. Ik ga in deze video gewoon wat rondkloten. En jullie nog even een impressie geven van Postal. Dat heb je nou waarschijnlijk ondertussen al wel. Je hebt heel veel verschillende soorten wapens ook. Dat is ook zo leuk. Ik ben eigenlijk al een tijdje op zoek naar een mes. Want daarmee kun je dus echt letterlijk ledematen gewoon in stukjes snijden en zo. Dat is ook wel vet. Ik heb alleen geen idee waar je die kunt vinden. Ik heb de meeste wapens heb ik tot nu toe gewoon gevonden in huizen van mensen. Of door mensen dood te maken of zo. Die hebben dan ook zelf wapens vast blijkbaar. En ja, dat is hoe ik tot nu toe aan mijn wapens ben gekomen. Maar je kunt waarschijnlijk ook misschien door middel van missies of zo wapens... Ik heb geen idee. Ik weet in ieder geval ook wel dat er een multiplayer zit in het spel. Dat is ook wel leuk. Ik heb dit wel eens met vrienden gedaan en dan kun je gewoon online een beetje rondkloten. Je hebt volgens mij geen free mode. Dus het is wel echt deathmatch of dat soort dingen dat je tegen andere mensen moet vechten. Maar ja, het is natuurlijk niettemin even leuk. Dus als jullie je vervelen en je zoekt nog een leuk, vies, ranzig spel om te spelen voor zowel storyline als rondkloten. Zoals dit. Zoals dit, dan kun je Postal 2 gaan spelen. Mensen, vergeet deze video niet te liken en te abonneren op dit kanaal. Want als je abonneert, dan word je op de hoogte gehouden als ik een nieuwe video online heb gegooid. En als je deze video liked, dan help je mij enorm. Want, oh god. Wat? Nee, ik wil niet dood. Niet aan het eind van deze video nog even snel doodgaan. Nee. Nice. Daar help je mij enorm. En laat even een reactie achter wat je dan van het spel vindt. Ik, Shut up, moron. Ik ga deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. En ciao.